Beste collega's, ik hoop, of liever, ik reken op een Vlaams parlement dat ook dit komende zittingsjaar levendig en gedreven zal functioneren. Hierin is zowel voor de leden van de meerderheid als voor de leden van de oppositie een belangrijke rol weggelegd. Ik reken op uw constructieve bijdrage in een sterk Vlaams parlement ten voordele van de Vlaamse burger en van een nog krachtdadiger Vlaanderen. Ik dank u. We hebben hard moeten werken om die begroting opnieuw in evenwicht te hebben. Maar als je dat dan toch kunt realiseren zonder dat er belastingsverhogingen zijn, niet voor bedrijven en niet voor de mensen, dan denk ik dat we goed werk hebben gedaan. Het is eigenlijk de derde keer op rij dat wij een begroting in evenwicht nu voorstellen aan het parlement. Anderen kunnen daar alleen maar van dromen en dat telt zowel binnen als buiten België. Maar het is een keuze die we dan moeten maken. Het is de tering naar de nering zetten. Het zijn de uitgaven beperken, besparingen zoeken waar we denken dat we ze nog kunnen vinden. En die combinatie is hard werken om dan tot een begroting in evenwicht te komen. Voor mij blijft inderdaad naar de toekomst belangrijk dat we een budget in evenwicht hebben. We zijn uniek in België, we zijn bijna enig in Europa. En ik denk dat dat belangrijk is naar de toekomst, die evenwichten. En daar blijven wij garant voor staan. Er zullen keuzes moeten gemaakt worden, vooral intern in de eigen overheid. Dus daar zal nog wel wat werk moeten gebeuren. Maar nogmaals, het wordt niet afgewenteld op de burger. Er komen geen extra belastingen. Er blijft investering in ONO, het engagement naar het gemeentefonds blijft overeind, ook naar onderwijs. Dus die elementen die straks groei moeten genereren, die blijven overeind en daaraan wordt niet getornd. Wij vragen aan alle agentschappen en departementen van de overheid, zoek naar efficiëntiewinsten zodanig dat je toekomt met de middelen van 2012. En daarbovenop vragen we aan ambtenaren ook nog wel iets echt extra bijzonder. Dat is dat zij 100 miljoen besparingen doen, dat zij 100 miljoen inleveren, het zij in loon, het zij door personeelsbeperkingen, ik bedoel niet in loonvermindering, maar dat bepaalde stijgingen in loon, dat ze daar een stuk van afzien. Wij hopen dat we een vergelijk kunnen vinden met die vakbonden, dat we de keuzes generiek kunnen maken, zodanig dat dat eenvoudig toepasbaar is. Maar moest dat niet kunnen, maar ik hoop echt dat dit een constructieve, positieve bespreking wordt, dan zullen wij als Vlaamse regering beslissen, want anders blijft onze begroting niet in evenwicht.